Slim van Caribou, de laatste plaat op 2010, is een van mijn favoriete albums van dat jaar. En eigenlijk omdat hij een beetje de brug sloeg tussen de indie kids en de techno heads. Met dat album waarop supernummers staan als Sun en Odessa, maakte hij een soort mix tussen indie pop, indie rock en techno, bij wijze van spreken. Ik heb hem 3 keer geprogrammeerd tot nu toe. 1 keer in Trix in Antwerpen en 2 keer op Pukkelpop. Een heel psychedelische show moet je verwachten. Maar wat hij hier gaat doen, is misschien wel de meest exclusieve show van het hele najaar. Ik denk dat hij alleen op het ATP-festival in Engeland speelt, in Londen. En dan hier in Gent met het Vibration Ensemble, waarin helden zitten als Fortet. James Holden, ook een techno-head. En ja, hij zelf was de fantastische muzikant zelf. Dus een psychedelische ervaring en zeker in dit opzet fantastisch gemaakt.